Ik weet het. We hebben bij een aantal van de Kassembe-video's het like-aantal niet gehaald. En dat vind ik kut. Daar baal ik van, want ik heb al die fucking video's al gemaakt. Maar goed, ik zou het alsnog zonde vinden om niks met die video's te doen. Dus heb ik jullie op Instagram vandaag gevraagd in een story of jullie willen dat ik gewoon lekker door blijf uploaden. Kijk, dit is de story. Goedemorgen jongens, het is koud. Ik heb een vraag aan jullie. Ik heb gezien dat ik een aantal van de like-doelen van Kassembe niet gehaald heb. Nou, dat is natuurlijk heel spijtig. Maar ik wil jullie vragen, willen jullie dat ik elke dag door blijf uploaden? Stem even op de poll. Mij lijkt het fantastisch. Ik hoor het wel. En jullie hebben allemaal massaal gestemd voor ja, dus... Gelukkig hoeven de video's niet de prullenbak in. Ik blijf gewoon lekker elke dag uploaden. Dus jullie kunnen gewoon elke dag genieten van toffe video's. Veel plezier met het kijken van deze video. En de groeten. Later. Meisjes, stop met spelen. We zijn gewoon vrienden. Je mond houden, ik weet het. Ik zie dat je boos werd. Mijn eerste liefde brak voor de eerste keer mijn hart. Nu komt het refrein. Ja, maar ik weet het eigenlijk al. Nu komt het refrein. Ik zag goed opletten. Idee. En ik was als baby. Oh, tuurlijk. In de grote YouTube-show strijden elke aflevering twee YouTube-duo's tegen elkaar. Als een team een spel heeft gewonnen, mogen ze draaien aan het rad om punten te verzamelen. Het team wat aan het eind van de aflevering de meeste punten heeft gedraaid, wint. Welkom bij de grote YouTube-show. Mijn naam is Linda de Mol. Ik bedoel Kelvin Boerma. En we zijn bij een fantastisch programma met toch wel drie van de meest geniale gasten die je kent. Rick, Jesper en Rutte. Goedendag. Ja, toch leuk dat ik bij de AliExpress versie van dit programma mag komen. Ja, dat is het. Ja. Rick en Jesper, ook wel bekend als Glowmovies. Ja, inderdaad. Zijn jullie een beetje op elkaar ingespeeld? Altijd. Tof. Ik heb geen idee. Ik ook niet. Ja, weet je, we gaan het zien. Het ziet er niet echt uit, het is goed nee. Op elkaar. Dat kan niet echt... Ik weet niet wat ik kan verwachten. Rutger, ja, wat geweldig dat je er bent. Dat vind ik ook. Wat dacht jij? Ik doe gewoon mee. Ja, ik dacht, ik ga naar een of andere prankhuis. En ik heb nog steeds het gevoel dat ik daar ben. Straks vallen dit allemaal om en ja. Komen er allemaal mensen binnen. Ja. We strijden vandaag niet alleen voor de eer, maar we strijden voor een prijs. Een prachtige prijs. Een klompenpakket. Echt? Een echt klompenpakket. In maat 48,5 ook? Ja, zeker. Oh, nu ben ik zenuwachtig. We hebben hier knoppen. Degene die als eerste op de knop drukt, kijk, die gaat knipperen. En als die bij mij aangaat, is de flikkerlicht. Kijk. We doen vandaag een paar spellen. Het is heel simpel. Degene die het spel wint, of het team dat het spel wint, mag draaien. Het is wel het mooiste YouTube-rat dat ik ooit heb gezien. Ja, dat moet ik ook wel zeggen. Ik vind Koen van de Bankzitters de mooiste YouTube-rat die ik ooit heb gezien. Zoals altijd beginnen we met geen ja, geen nee, geen Ja, oh, nu ben ik ook af. Eén van ons is de lul. Eén van jullie is ook de lul. Bepaal onderling maar even. Ik denk ik. Ik denk het ook. Ja. Waarom? Omdat ik nog nooit het woord ja heb gezegd. Wat zei je dan toen Kelvin je hiervoor vroeg? Nee, maar we moesten wel. Nee, maar... Ja, ik ben daar echt heel slecht in, denk ik. Kut. Ja, ik wil het best proberen. Het is simpel, je krijgt 90 seconden. Het enige wat jij hoeft te doen is geen ja, geen nee, geen te zeggen. Als je het drie keer zegt, is het af. Degene die het langste volhoudt, die mag draaien. 3, 2, 1. Jesper, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Ik heb samen met Rick een YouTube-kanaal. Zou je niet liever apart een YouTube-kanaal willen hebben? Ik vind het fantastisch met Rick, dus... Maar je wilt niet in je eentje? Ik wil niet in mijn eentje. En zeg eens, wat vind je de leukste dingen aan YouTube? Creativiteit die erin kunt stoppen. Wat is jullie grootste doel op YouTube? Een miljoen abonnees halen. Dat is wel een van onze grootste doelen. En op Instagram is die selfie-stuk je beste vriend. Is dat een beetje 2019? Dat is een beetje 2019. Hij zei Dat klopt. Ben je verliefd? Ik ben hartstikke verliefd. Op wie? Op mijn vriendin. Heeft Maud ook een knappe moeder? Ja. Shit. Ja. Die heeft ook een knappe vader. Maar je kan nu wel je vriendin gewoon de schuld geven. Precies, dat ga ik ook doen. In 90 seconden heb je twee keer een foutje gemaakt. Ja. Dit wordt echt heel lastig. Of één keer of geen keer. Oké. 3, 2, 1. Rutger, zo heet je toch? Zo heet ik. Ben je COVID-19 al een beetje zat? Dat klopt wel, maar ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Maar we moeten nog even volhouden. Dus ik kan gewoon lekker mijn video's maken. Ja, ja, stil. Zit je veel thuis met Thomas? Ik zit heel veel thuis met Thomas. Het is heel erg leuk, gezellig, avontuurlijk, van alles en nog wat. Daarnaast ben je natuurlijk ook mega actief op YouTube met maar liefst bijna 790k abonnees, zoveel. Ik hou het niet zo goed bij als jij, denk ik. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met YouTube? Ik ben begonnen op Schrikkeldag in 2012. Yes! Heb ik het nou zo goed gedaan? Je had één eurtje, maar dat maakt allemaal niet meer uit. Ik heb het niet eens gemerkt, dus ik mag draaien, of wij? Gozer, aan jou de eer! Spannend! En de 100, oh,
75? Nou, nee. Okay. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weer. Dus 9 punten zijn we hartstikke blij mee. Ja, jongens, ik had al lage verwachtingen van jullie, maar dit... We zijn er niet klaar. Oké. Tijd voor spelletje nummer 2. Liedjes raden. Nou, ik denk dat ik het wel kan op zich. Jij bent een jukebox. Ja. Het is een Nederlandse tekst, maar het liedje is Engels. En het is aan twee van ons de taak om te raden welk liedje het is. Als het goed is, heb je een punt. Als het fout is, mag de ander in alle rust nog even een keer de tekst horen en bepalen welk liedje. Tiesma. Dan ga jij raden. Moet ik raden? Ja. Oké. Ik ben hier al niet goed in. Oké, Jesper, jij mag dan niks voorzeggen. Gewoon die muil van je dicht houden. Is goed. Ik wil eigenlijk wel raden als het mag. Dan ga ik voorlezen. Ja. Jesper, als jij het weet, doe je niks. En als dat ook doen? Dan snijk je trampoline kapot. Je bent mijn liefde. Je bent mijn hart. En we zullen nooit, nooit, ooit uit elkaar ik zijn. Ik weet het. Zijn we een item? Meisje, stop met spelen. We zijn Geef gewoon vrienden. Geef je mond houden, ik weet het. Ik wist niet dat je boos werd. Mijn eerste liefde brak voor de eerste keer mijn hart. Nu komt het refrein. Ja, maar ik weet het eigenlijk al. Nu komt het refrein. Ik zou goed opletten. En ik was als baby. Oh, tuurlijk. Justin Bieber met baby. Ja, zeker. Jij zong het hele liedje. Ja, maar ik kwam er gewoon niet op. Hey, puntje voor ons. Ik wist het, maar ja, ik mocht niet zeggen. Ja. Jullie mogen nog omwisselen nu, hè? Ja, nou die jij maar. Doe ik niet. Daar gaan we. Kom niet naar buiten. Loop weg. Je weet hoe. Begin nu niet om mij te geven. Don't start to give a f about me. Care about me? Is zo moeilijk, man. Ja, Ik weet het echt niet. Ik weet ook niet. Het was Don't Start Now van Dua Lipa. Oh ja. Ik versta haar ook gewoon nooit, wat zij zingt. Dat heb ik ook altijd met hun, met dat dialect van ze. Yo, een beetje wel. Wat? Ik verstond het niet. Serieus niet. Geen punten, jongens. Ja, 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 ja. Waarom ben je altijd in de stemming? Oh. Verdomd rond. Oh, maar zeg maar. Heet het moed? Oh, maar ik weet artiest niet. Ja, dat weet ik ook niet. Ah, ik reken het goed. Ja. Ik weet eigenlijk ook niet wie de fuck is. Waarschijnlijk is zo'n hele moeilijke naam. Ja, Mood en 24 Golden. Ja, allemaal, ja, moeilijk. Ja. Fantastisch. Goed best. Jullie mogen ook voorlezen. Ik voorlezen? Ik ben dan niet zo goed in. Maar jij moet dan raden. En daar ben ik wel goed in. Nou, hij was de enige die één goed had. Ja, en jij hebt het toen nog geen goed. Dat is waar. Jij of ik? Jij mag wel hoor. Okay. Leuk voor je even. Als hij me neukt en vraagt van wie is het? Als ik op de lul bereid, spel ik mijn naam. Ah, hoeren in dit huis. Oh! Ja, ja, ja. Wet ass pussy. Van... Maar de titel was net ook goed genoeg. Ja, alleen. Precies. Ja, Oké, Nicki Minaj met Web. Nee, het is niet van Nicki Minaj. Maar dat maakt niet uit. Redactie, nee of foutje? Maakt niet uit. Web. Hoeveel staat het? 1-1, nee? Nee, 2-1 voor jullie. 2-1 voor ons. Ja, ja, ja. Wil jij een keertje of... Ja, tuurlijk. Welkom in het land van Roem, Excessen. Wow. Ik lees gewoon op wat hier staat. Zal ik erbij passen? De taxi gesprongen. Hier ben ik voor het eerst. Jumped. Oh, ik weet het. Miley Cyrus met in the USA. Party in the USA. Woo! Ik ga alle liedjes niet eens. We hebben nog één liedje te gaan, maar we weten natuurlijk al hoe dit gaat eindigen. Ik kan niet duidelijk zien wanneer je weg bent. En ik zei, oh, ik ben verblind door de lichten. Dat is een belangrijke zin. Duidelijk, easy. Die is duidelijk. The Weeknd, Blinding Lights. Ja, applaus. Ja, even. Volledig weggeruimd. Ja, ik ken alle liedjes niet. Ja, maar aan jou de eer. Hotzakee! Gaan met die banaan, jongen. Oh, hij gaat naar de 100. Volle bak voor... Oh! Ah, keurig. 25. Dat maakt ons op een totaal van... 34. 0 voor jullie. Maar wij pakken in die laatste ronde gewoon de 100 en dan is het ook gewoon klaar. Spelletje 3. Kennen jullie een beetje mensen? Als het maar niet de oude mensen zijn. Nee. Bekende mensen raden. Jullie beginnen. Het is vrij simpel. Wij doen even een voorbeeldje. Als ik bijvoorbeeld zeg, oké, zo'n vlogger in Nederland met een pruik, Rutger Vink. Juist. Ja. En dan door. Ja, oké, ik snap. Dat is het spel. Ja. Je moet er zo snel mogelijk in 60 seconden zoveel mogelijk namen. Goed. Als je nou eens ziet waarvan je denkt, ja, geen idee, mag je gewoon verder. Oh, ik ben er heel slecht in. Ja, waar ben je niet slecht in? Je kan het ook uitbeelden, hè? Jullie tijd gaat. Nu in! Een meisje Instagrammer met zwarte haren. Noem mijn naam! Meisje, dus Jamila. Nee, een oorlog. Iemand heeft dat overleefd in het achterhuis. Dat Anne, is de vorm. Anne. Ja, en dan achternaam, zwarte haren, Instagram. Anne. Die heeft jurylid van iets en die heeft ook van de duikbank gesprongen bij sterren springen. Patty. Ja. Patty Bracht. Ja, goed. Die dan weer wel. Hoppa. Niet te oud. Het resultaat van het spel. In het echt. Al fijn. Nee, in de televisie. Linda de Mol. Linda de Mol, goed zo. Komt het Volendam, zanger. Jan Smit. Ja. De zangeres die heeft als vals gezongen, die is op Slam. Jouw zus. En dan de achternaam zangeres. De jongen heeft ook documentaire laatst.
Femke. Ja, ik wil vooral stop zeggen voor om die omschrijving. Ja, ja. Femke Louise. Nee, daar staat ze toch niet bekend? Nee, maar als die jongens dat zo... Ik moet snel omschrijven. Ja. Het is de stress, het is het publiek. We hebben de drie. Drie. Ai. Ja, dit wordt wel lastig om eroverheen te gaan. Maar we gaan het toch gewoon We gaan het proberen. Ik ga wel raden. Ja? Ja. Oké, okay, een vrouwelijke actrice die de beste typjes kan doen. Ze speelt in Undercover. Elise Schaap. Ja, precies. Leef, alsof het je laatste dag is. Nieuw, juist. Presenteert Temptation Island nu nieuw. Kan je gewoon als Monica Geus. Juist. Een rapper met een snor. Van die Bram Krikken. Nee. zit bij Ali B in het management. Oef. Precies. Heeft een eigen brasserie. Nicolette van Dam. Ja. Presenteert Boos. Tim Hofman. Presenteert de paardenshow. Peter Dekker. Ja. En de andere die Temptation Island presenteert. Kai Goffels. Kan net het verschil maken. Ja, ja. Even kijken, even nadenken. Ah, ik denk toch dat wij eentje meer hebben. Als jij het ermee eens bent, wil ik onze draaibeurt doneren. Rutger is zo'n loyale, gulle jongen. Je mag voor ons draaien. Beter doe je het een beetje goed. Nou, doe wat met deze kans. De 100 komt eraan. Oh, oh. Oh. Ja, moeten we de volgende keer 100 draaien? Ja, we moeten de laatste winnen. Plaatjes raden. Ben je een beetje visueel ingesteld, Jesper? Ja, ik zeg elke ronde al ja, maar het lukt elke ronde niet. 0 punten op het scorebord. Ik geef deze aan jullie nog niet kijken. Dit zijn drie houtjes met drie plaatjes erop. Op start draaien we ze om en dan mogen we er alle drie naar kijken. Eén van deze foto's is niet in Nederland genomen. Als je denkt te weten welke niet in Nederland is gemaakt, druk je op de knop. Zeg je, ik denk deze. Nou, als het dan goed is, mag je draaien. Als het fout is, mag het andere team sowieso draaien. Komt ie aan. 3, 2, 1. Loeren. Oh, nee! Oh, kijk. We hebben drie molens. Ik heb al gedrukt. Nee. Heb je al gedrukt? Ik kan je nou zeggen. Ja, nu laat deze. Zien. Nee, maar jullie waren houloos snel, ja, bro. Ja. Als we inzoomen op de kleren, dat zijn geen Nederlandse kleren. Dus, definitieve antwoord. Laat hem even zien. Martine, hebben de jongens het goed? Nee. Helaas. Shit. Als je goed kijkt, zie je hier een elektriciteitsmast. En dat is echt geen Nederlandse. Jawel. Ah, dat ziet er wel aan de Hollandse uit. Nee, dat vind ik niet. Nou, welke was het? Hier is de Nederlandse. Deze is het, hè? Waar is die genomen? Dit kan een goed teken zijn of slecht, want wij kunnen natuurlijk ook nu op blut komen. Mag ik draaien? Ja, je mag voor mij draaien, maar dan moet je het wel goed doen. Ja, I never miss. Daar gaat hij. 100. Oh, ja, de 100 komt er weer aan. Nee. Zo weinig. Prima. Alles behalve blut is goed. Desalniettemin kan nog steeds alles gebeuren. Want precies. We hebben nog wat foto's. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe foto's. Let's go. 3, 2, 1. Oké. Dat is toch wel iets. Nu zeggen, boys. Toelichting graag. Die paaltjes, dat is niet iets Nederlands. Nee, dat klopt. Nee, dat is hem. Die is niet in Nederland gemaakt. Ja, wat vinden jullie bij die andere? Nou, ik weet eigenlijk niet. Ja, dit is een beetje... Deze gasten. Je moet een beetje gok in het leven, toch? Ja. Ik zal het uitleggen. Je ziet aan de architectuur dat dit echt Frans is. Jury, hebben ze het goed? Hadza kregen. Ah. Als we nou 100 draaien, dan winnen we nog, hè? Ja, dan winnen jullie gewoon. De kans is vrij klein, maar het kan, hè? Wat ook kan, is abonneren op mijn kanaal. Dus doe dat vooral. En like op deze Kaulo video even. Dan komt er morgen weer een nieuwe. Zou het natuurlijk prettig zijn. Hadza. Niet de 100. Oh, daar komt hij. Oh my god. Wauw. Rutger Vink. Omdat je zo'n fantastisch teammember was. Yes. Deze ga ik zo aan de muur hangen, denk ik. Nee, je moet ze aandoen. Elke dag. Oké, leuk. Een marteling. Bedankt voor de moeite. Ik vond het leuk. Meedoen is winnen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Meedoen is winnen. Oké, zijn ze klaar, jongens? Tot morgen, de groeten! Hoi hoi!